Banjo Pia, ik verwilde mij kapot. Banjo Pia. Welkom terug bij een nieuwe video hier op Banjo Town. Ik zit even te kijken, want ik kom nu net terug in de wereld. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hardcore heb gespeeld. En ja, dan zei ik toch even te kijken van al het geluid wat je in één keer hoort. Ik ben nog altijd super trots op hoe ver ik ben gekomen en ik wil nog altijd niet dood. Dat is zo simpel als dat. Zo simpel als dat is het leven. Het leven van Banjopia gaat nooit echt over rozen, dus daarom moeten we even kijken. Hier is het gegil niet. Dat betekent dat al het gegil boven zit. Ik zie in beeld wat paarse vonkelingetjes. Of is dat... Oh, dat is mijn beeldscherm. Dat is mijn beeldscherm. Mijn beeldscherm is kapot, het gaat. Oh man, ik zie echt, ja. Het leek heel erg op die fonkeling van de Enderman, zeg maar. Maar blijkbaar is dat het niet. Gelukkig. Oh, wow, 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 wow. Wat was dat dan? Waar was dat? Waar was dat? Ik zie jullie wel voor de deur. Nee. Oh ja, daar. Maar waar werd ik geraakt? Wow, wat is dat? Oh man. Dat is een onzichtbaar. Onzichtbare spin? Is dit hardcore of zo? Dat ik het daarom niet zie of zo? Waarom zie ik de spin niet? Minecraft, you change, man. You change. You change, bro. You change. Enderman, niet kijken naar de fucking Enderman. Oké, twee skeletons. Die gaan zo schieten. Moet ik weer oppassen. Cool. Ziet er allemaal goed uit. Even eten. We hebben allemaal eten hier. En dan gaan we nadenken. Wat gaan we doen? We hebben hier een mooie pool. Cool. We hebben een huisje. We kunnen het huisje wel een keer uitbreiden eigenlijk. Blijven we hier wonen? Dat is ook eigenlijk de vraag. Is er een betere plek waar we kunnen wonen? Ik weet niet. Kunnen we wel. Ja, buiten staat de Enderman. Hoe kunnen we gaan kijken? Oh, zombie voor de deur. Heel even. Doe gewoon... Hallo, zombie. Nee, geen zombie. Oké, kijk, de Enderman recht. Ze pakken ze aan. Heel even in de pool zitten. Nee, niet in de pool. We gaan niet in de pool zitten. Het is voor mij ook even een vraag wat wij nu gaan doen. Ik moet op avontuur. Ik ga naar beneden. Ooit was ik hier op een quest om diamonds te vinden. En die quest zal ik doorzetten. Zo ben ik nou eenmaal. Zo ben ik nou eenmaal. Ik wil diamonds. Ik moet diamonds. Een egelblikje. Is hij weer hoor, dames en heren. Ja, sorry, ik moest even wat water halen. Dus ga ik hier kijken. Ik had trouwens ook, als het goed is toch, full inventory. Hey, of, hey. Ja, daar is hij. Ja, full iron. Gelukkig. Hier is niet echt heel veel te doen. Oh man, ik moet even weer in Minecraft komen. Lang geleden dat ik het heb gespeeld. Ja, welke kant was het nou? Oh, die kant was naar boven. Man, ik raak verdwaald in mijn eigen gangenstelsel. Achteruit de trap oplopen. That's how we... Oh, zijwaarts. Hardcore. Oké, nu ben ik even kwijt. Oké, we gaan gewoon de trap op. Weet je, fuck die hardcore shizzle. We kunnen het ook wel gewoon. Weet je, we hoeven niet... We zijn geen show-offs. We hoeven niet per se de cool guy van de klas te zijn. Zolang we maar overleven in de hardcore mode. Want jullie weten, zodra ik dood ben, is de serie klaar. Oké. En de Enderman staat nog steeds voor de deur. Damn it. My evil planners. Oh, ik kom beter hier. Cool. Eens even kijken. Oh ja, ik had dit helemaal dichtgemaakt vanwege die babyzombies. Belachelijk. Zo snel als dat die kleine dingetjes zijn. We gaan kijken, want we moeten het huis natuurlijk een keer uitbouwen, wegbouwen, wat dan ook. Maar we moeten iets doen met het huis. En een beetje de boel verkennen. La 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 la, hallo. Dood, ik heb vlees nodig. Dood, ik heb vlees nodig. Dood, ik heb vlees nodig. Ik moet geen DJ worden. Ik vraag me nog altijd af, hoe kan ik die paarden vangen? Ja, dat klinkt heel erg als Pokémon aan doen, maar... Niet dat ik ze wil vangen, maar je snapt wat ik bedoel. Ik wil ze wel vangen. Dat zou cool zijn. Gewoon een paard in een Pokéball. Man, ik zag vandaag trouwens ook op tv iets over paardenvlees. Dat was ook echt een drama. Oh. Kom op, koe. Rustig blijven. Oh, man. Ik zie al die bloemen en ik voel echt dat ik moet niezen. Maar ja,
Ja, we gaan naar de paarden. Want ik zag wat over paardenvlees. En nu ben ik best wel benieuwd. Kijk. Ik heb nog nooit echt iets gedaan op Minecraft met een paard. Oh, dit klinkt zo fout. Zo bedoelde ik het echt totaal niet. Maar wat zou er gebeuren als ik als een paard, zeg maar... Doodmaak. Wow, ster. Wat krijg ik ervoor? Geen paardenvlees? Oh, meneer de koe is... Oh. Ik weet niet. Ik maak even een uitgang voor die koe. Dat vind ik zielig. Oh, dat is nog niet de uitgang. Hoppakee. En dan hier, dan weet je ook waar de ingang is naar het zwembad. Sorry dat ik je broer heb vermoord, bro. Ik wou er gewoon achter komen. Ik kreeg er niks voor. Dat is jammer. Maar ja, de paard staat er nog. Laat de paard er maar staan. Dan heb ik altijd nog een paard. Als ik ooit een keer weet hoe ik mijn zaden moet maken. Huh? Je weet ooit in een verre, verre toekomst. Oh, daar nog een paard. Oh, kom op. Een koe en een paard hebben seks gehad. En daar is meneer Koepaard. Oh, wat erg voor die koe. Paard. Koepaard. Stap je koepaard. Een paardkoe. Het is hoe je het wilt noemen. Ja, ja, ja. Oh, kijk. Je mond beweegt zelfs. Je mond. Wauw. Is die geanimeerd? Hebben ze moeite in een paard gestoken? Ja. Beter dat je moeite in een paard steekt dan wat anders. Er zijn zat andere dingen die je in een paard kan steken. Oh! Bardo toch. Noem ze maar niet op, dames en heren. Noem ze maar niet op. Ja. Je kan ook met zat andere dingen nog tegen de koe aanslaan dan alleen een zwaard. Maar ja, daar gaan we ook niet over beginnen. Want dat zou puberaal zijn. Oh, kijk daar. Heel veel schaapjes. En daar een spin. Ja, dat is een spin. Ik loop wel heel ver weg. Laten we een beetje in de buurt blijven. Ik ben ook niet echt bepaald op tijd vertrokken of zo. En dit is ook echt even een aanklieder aflevering. Omdat ik gewoon zin heb om aan te klieren. Sorry hoor. Mee. Oh, een brandende zombie. Yo. Die kom je niet altijd tegen zo overdag. Ik wil de experience. Kom maar. Ik heb experience altijd nodig. En wow, wow, wow. Een Lil Wayne schaap. Is dat racistisch om te zeggen? Oh, een heks. Kom op, ren. Oh, ik krijg echt kippenvel hier. Oh, ik ga niet tegen een heks vechten. Holy shit, ding tyfus zeg. Dit is wel hardcore mode. Kom op. Weg. Wegwezen. Ik ga er echt niet tegen een heks. Dikke fucking lul. Dikke fucking lul. Ren maar weg en ren maar weg. Ja, even een slokje water. Zijn we van de heks af? We zijn van de heks af. Gelukkig, dat vind ik heel fijn. Kan ik even mezelf weer oriënteren. Kijken wat ik ga doen met mijn leven. Mijn Minecraft leven, niet mijn echte leven. Mijn echte leven heb ik al besloten om Minecraft te gaan spelen. Ik heb niet in mijn echte leven besloten wat ik ga doen in mijn Minecraft leven. Daarvoor had ik dus mijn Minecraft leven. En jij kijkt nu naar mijn Minecraft leven. En wauw. Ik ga de bomen in mijn Minecraft leven. Ik voel me Tarzan. Ik voel me gewoon Tarzan. Op zoek naar mijn Jane. Eigenlijk niet. Eigenlijk totaal niet. Mooi huis daar. Ik weet niet voor wie dat huis is. Oh, het is voor mij. Dat is voor mij, mijn huis. Oh, wauw. Ik ga gewoon... Ik heb gewoon lekker zin om aan te modderen. Ik ga gewoon lekker de boel verkennen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om mee te kijken. Ik vermaak me wel. Ik wil gewoon geen heksen op mijn pad. Ik wil gewoon lekker kijken en lekker de boel... Dat was een raar geluid. Maar lekker de boel verkennen. Kijk, daar zoals dat varkentje. Dat heeft daar zijn eigen mini. Oh, twee varkentjes. Een familievarken. Nou, dat heeft toch zijn eigen eiland. Hè? Dat is dan toch leuk. Dat wil je dan toch zien. Dat kijken we nu naar. Nou, dat is de moeite waard. Ik ga wel achter. Oh, mijn prachtige huisje. Oh, wauw. Het ziet er weer prachtig uit. Ik ben trots op mezelf. Ik ben super trots op mezelf dat ik zo'n mooi ding heb gemaakt. Het spijt me dat dit een beetje een rare aflevering is. Maar ik had gewoon zin in zo'n aflevering.